Mika van Vonderen maakt kunst. Ze schildert onder andere dieren, portretten en geeft allerlei cursussen. We gaan het doek dat Mika heet vandaag inkleuren in een nieuwe aflevering van de Passie Podcast. Mika, fijn dat je er bent. Ik ben absoluut een kunstleek, dus ik vraag graag een introductie. Wat doe je precies en wat maakt dat zo leuk? Oh god, een kunstleek. Ja, wat ik precies doe is soms lastig uit te leggen in woord. Want het is alles wat ik doe is met beeld heeft te maken. Gewoon heel simpel gezegd, ik werk op 3 sporen. En dat is dat ik kunstenares ben. Vrij werk, dat is gewoon iets wat uit mijzelf ontstaat. En heeft een hele lange geschiedenis. En ik schilder in opdracht en ik geef cursussen en les in mijn atelier en op locaties. Dus dat zijn allemaal dingen waar je lekker mee bezig bent. Ja, heb je het naar je zin? Dat is altijd een belangrijke vraag. Gruwelijk. Zit altijd een verschil in. Ik heb altijd het idee, creatieve mensen die doen werk voor bedrijven omdat er toch brood op de plank moet komen. En hun vrije werk, dat is waar ze zichzelf echt in kunnen verliezen. Hoe sta jij daarin? Ik kan me ook verliezen in het schilderen in opdracht. Ik heb onlangs een heel gaaf doek mogen schilderen. En dat was, dat was in opdracht natuurlijk, maar wel iets wat heel erg ook dichtbij me was op dat moment. Mm-hmm. Dichtbij qua onderwerp en dergelijke. Dus ik kon daar ook gewoon heel erg mezelf in plaatsen, zeg maar. En toen het doek klaar was, was ook een van mijn cursisten die zag het online, want ze met die stomme corona natuurlijk. Ja. En die zegt je ziet gewoon, zelfs van een foto al, dat jij niet alleen maar een plaatje hebt nageschilderd. Want het was een foto van een stel mannen met een kist op de rug dragend. En ze zegt, je ziet gewoon ook jouw ziel daarin gestopt. Dat mm-hmm. je gewoon met hart en ziel daarin geschilderd hebt. Yeah. Dus die gelaagdheid die je niet met fotografie te pakken kan krijgen, dat gaat met schilderen wel. Kan jij van andermans werk zien of ze dat doek met passie hebben gemaakt of niet? Hangt van het onderwerp af ook een beetje. Als het abstract is, wordt het al wat lastiger soms. Maar een toets van een kwast en wat hij doet, dat spreekt al heel veel. Zit er veel psychologie in kunst? Ja, zeker wel. Op welke manier? Voorbeeld, als ik me rot voel. Een heel goed voorbeeld. Ik heb ooit een keer, was ik lekker in mijn atelier aan het schilderen. En toen kwam er iemand binnen en ik was helemaal in de flow en ik zing nogal vals. Dus, en ik had niet door. Dus ik kreeg commentaar op dat ik vals zong. Mm-hmm. En ik zat heerlijk in een flow te schilderen. En toen ging die persoon, heb ik weggestuurd en ga donderop, weet je, laat me lekker vals zingen. Maar toen zat er zo'n irritatie in me, dat ik gewoon dat wat ik aan het schilderen was, niet meer kon afmaken. Omdat je, het was vrij werk waar ik mee bezig was, maar ik zat ineens zo in een andere sfeer. En dan kan je niet meer op die sfeer verder waar je net in zat. Nee. En het doek was ook niet echt iets dat ik dacht van, ik had ook geen idee erbij wat moest worden. En toen ben ik gewoon ineens hele andere kleuren, heel zwart en rood. Heel donker. Dat doek is ook uiteindelijk vernietigd. En dan want het werd een ander resultaat dan omdat dat moeten zijn. Ja. Weet jij van tevoren hoe het er ongeveer uit gaat zien? Of verandert dat ook vaak? Ik schilderde voorheen veel realistisch. En dan had ik wel dat ik het ook van tevoren foto's maak. En dan weet ik hoe het eruit gezien het schetsen van tevoren maar maken. Maar in de loop der jaren is het meer naar abstractere richtingen gegaan. En een andere flow. En dan bepaalt de verf en de sfeer eromheen vaak wel een beetje ook hoe het eruit komt te zien. Dus dan verandert het nog wel wat. Dus dat hoort meer bij de abstracte kunst. Hoeft niet. Bij abstract, maar realistisch kan het ook. Als jij Dalí bijvoorbeeld als voorbeeld nemend. Die heeft dan hele surrealistische landschappen. Nou, daar kun je ook gewoon in spelen. Dan heb je bijvoorbeeld het landschap geschilderd. En ineens denk je, daar moet toch nog iets bij of iets af. Vooral als je dekkend schildert, dan kun je gewoon laag over laag weer heel wat veranderen. Je benoemt een beetje dat je van realistisch wat meer abstract bent gaan doen. Ja. Is daar een aanwijzbare reden voor? Nee, niet echt aanwijzbaar. Het is gewoon zo gegroeid. En het is een proces. Mm-hmm. En dat is wel ook wat verschil is met dat als jij in opdracht werkt, dan heb je gewoon van A tot Z gewoon een plan wat je gaat uitwerken. En het vrij kunstenaarschap, dat is een onderdeel van jouw zijn, van jouw wezen. En bepaalde fases in je leven. Tenminste, ik ben dan wel zo'n kunstenaar die niet continu dezelfde
stijl blijft aanhouden. En dezelfde realistisch pik. Ik zie heel veel onderweg en ik reis graag. En dus daar pik ik weer dingen uit mee. En dat gaat langzaam verweven dat in het werk ook. Hekel jij deadlines? Zijn ze ook wel eens handig? Ik stel voor mezelf regelmatig ook voor zelfs voor mijn vrij werk deadlines. Mm-hmm. Omdat anders dan... Ik heb te veel dingen in mijn hoofd die ik nog wil maken ook en zo. Ja, dus dan moet je... En als je dan niet op een gegeven moment zegt... Ja, nu moet het af zijn. Want als een ezel vol blijft staan met dingen die maar niet afkomen... dan stopt jouw proces ook ergens. Word je dan onrustig als je ziet... oh, ik heb nog zoveel doeken die ik nog af wil of moet maken... dat je daar onrustig van wordt? Nou, word ik sowieso snel onrustig. Als ik ben wel een beetje een poing in mijn hoofd. En die self-imposed deadlines, hou je daar dan ook aan of stel je die wel eens uit? Oh, dat is dat. Daar hou ik me sort of aan. Oké, sort of. Ja. Mooi. Ja, die deadlines die kunnen wel inderdaad. Zijn vrij. Ik kom uit Brabant van oorsprong, zijn met een Brabants kwartiertje. Dat kan dus een paar uur worden, zeg maar. Ja, of een paar dagen. Ik heb wel eens gehad dat ik een doek ben aan begonnen. Dat is ook een realistisch doek. Maar ik wilde daar een bepaald iets, een sfeer in brengen in het doek. En dat is een Indiaanse vrouw met een hele mooie oranje sari aan. En die liep over de stoepen bij de Taj Mahal. Mm-hmm. Die had ik daar gefotografeerd en dat ga ik schilderen en ik moet er iets mee. Maar ik kwam er maar niet uit met dat doek. Dus heb ik het op een gegeven moment opzij gezet. En op een gegeven moment, 4 jaar later, toen was ik weer terug in India, weer bij de Taj Mahal. Toen wist ik inmiddels van, er is een stenen hekje. En dat hekje, dat had ik geen goed fotomateriaal van. Dus ik denk, ik ga van dat hekje nog eens goed fotomateriaal maken. En dan moet dat goed komen. En na 4 jaar, toen eindelijk had ik het doek af. Omdat je nog even die missing piece nodig had. Ja, en het hekje is uiteindelijk... vervaagd ook nog eens. Dus maakte het niet zo heel veel uit. Nee, maar doordat ik dus 4 jaar later weer terug op die plek was en ontdekte dat er heel veel meer die westerse wereld ook in India zich begint te integreren. Dus allemaal meiden in spijkerbroeken en strakke shirtjes. En saris verdwijnen daar langzaamaan ook van het straatbeeld meer en meer. En die vervaging en die beweging die er ontstaat en zo, heb ik dus in dat schilderij wel kunnen vastleggen uiteindelijk. Is het dan omdat zo'n schilderij draag je zo lang met je mee, 4 jaar, dat het dan meteen een bijzonder werk voor je is? Ja, die is ook eentje die ik niet zo snel bijvoorbeeld als iemand zegt die wil kopen, dat ik dan denk van jippie, die ben ik kwijt. Die heeft gewoon diepe betekenis voor mezelf meer. Ja. Kunst is verhalen, is dat waar of is dat niet waar? Hoe bedoel je, kunst is verhalen? Dat kunst eigenlijk een verhaal is. Niet alleen. Het kan ook gewoon alleen een emotie zijn of een beleving. Mm-hmm. Of niet per se echt een verhaal achter te zitten, denk ik. Maar doorgaans loopt dat wel met elkaar samen. Vind je kunst kwetsbaar in de zin van dat je soms iets maakt... wat zo diep in je emotie gaat dat je eigenlijk het misschien eng vindt om het aan anderen te laten zien of uit te leggen wat erachter zit? Ja, soms wel. En hoe los je dat dan op? Door het gewoon niet aan anderen te laten zien. Maar dan maak je dan het gewoon echt voor jezelf. Mezelf, ja. Een soort dagboek. Ja, soort of. Gaat het in mijn ladekast en mag ik ook ooit overlijden. Dan denk dat het wel gaat gebeuren. Ja. Helaas. Ja. Maar, of niet, helaas. Of niet. Dat was erbij. Maar dan vindt men, dat zijn dan de schatkistvondsten. Maar dan gaan die verhalen wel verloren? Nee, want dat zijn ook vaak wel... Ja, misschien ook niet. Soms dan zitten wel een verhalen vast wat ik dan ergens ook weer opgeschreven heb. Hmm. Want ik schrijf ook nog wel eens het een en ander in... Van die, het is niet echt een dagboek, want ik kan niet die structuur vasthouden van elke dag schrijven. Lief dagboek. Nee. Ik ben er ooit wel mee begonnen, maar nee, er zijn iedere keer losse blaadjes ergens. En dan vervaagt het een beetje. Dus iemand die heel goed kan puzzelen, die kan mijn verhalen wel in elkaar koppelen later. Hoe is de kleine Mika in aanraking gekomen met kunst? Oh god, katholiek hè? Ja, oh ja. Mocht ik elke zondag, moest ik mee naar de kerk. Ja. En als katholieke heb je dan wel de mazzel dat het een kerk helemaal rijk gevuld is met allemaal kunst aan de muur. Het thema was dan minder interessant, vond ik, maar wel intrigerend trouwens.
En beelden natuurlijk, overal in de kerk. En daar kon ik uren aan zitten vergapen. Mm-hmm. En daarnaast had ik ook gewoon hele creatieve ouders. In de zin dat mijn moeder ook heel graag tekent en schildert. En dat eigenlijk nooit weten, want die had het veel te druk met de kinderen en de boerderij. Mm-hmm. En mijn pa die heeft gewoon heel, ja, die knutselt alles aan elkaar. Dus wel een creatieve familie in die zin. Ja, zeker. En wanneer was dan het moment dat je er echt goed in begon te worden? Wat is goed? Dit is echt zo'n kunstvraag. Ja. Nee, ja, wat is goed? Ik zeg, omdat ik mijn cursisten ook, ze zijn ze aan het tekenen. Ja, dit is helemaal niet goed. Dan denk ik, ja, maar wat is goed? Voor jou kan iets heel goed zijn. Er zit ook een. Ja. Ik had vroeger een tekenleraar en hier komt een. Ik ben niet zo goed in tekenen. Dus dat was. Misschien is het een klein jeugdtraumaatje. Maar die riep dan altijd: niks is fout. Je moet doen wat je voelt en niks is fout. Ja. En dan had je werk ingeleverd en dan had je een 3. En dan dacht ik, ja, dan is het dus blijkbaar toch fout. Dus dat is iets wat ik nooit zo goed heb gegeven. Maar het voldoet niet aan de criteria. En wat is daar het verschil dan in? Het verschil daarin is. Ik heb zelf ook 10 jaar in het onderwijs gewerkt. Ja. En dan ben ik dus niet zo niet uitgestapt vanwege dit soort dingen. Ja. Want als jij al zegt, ik kan niet tekenen. Maar je moet ergens cijfers geven dan. Ja. En die docent heeft dan wel van, ja, je moet dan inzet tonen. Of ik weet niet welke criteria hij heeft aangehouden. Mm-hmm. Dus dan heeft hij daarop beoordeeld. Maar niet op jou zelf, jouw eigen kunnen. Mm-hmm. En daarom ben ik dus op een gegeven moment het onderwijs uitgestapt. En gezegd van, joh, ik ga gewoon in mijn atelier les geven. En op de manier die bij die mensen past ook. Ja. En dus als jij zegt van, ik kan niet tekenen. En je hebt in je hoofd van, ik wil zoals Rembrandt kunnen schilderen. Ja, maar je hebt de aandacht er niet. Nee, maar als je de aandacht er niet voor hebt, ja, dan ga ik jou ook niet zeggen. Dat is makkelijk te doen, dat kun jij. Ja. Maar misschien kan je wel hartstikke goed in de stijl van Picasso iets maken, weet je wel. Ik betwijfel het, maar dat is een heel ander verhaal. Ja. Maar mensen die een cursus specifiek bij jou doen, die hebben natuurlijk al wat meer affiniteit over het algemeen. Ja, je moet sowieso de interesse erin hebben. Ja. Anders werkt het niet. Ja. Maar dat is met alles. Mij moet je niet laten voetballen. Mm-hmm. Hoewel, af en toe vind ik wel grappig. Maar ik heb blijkbaar toch iets meer skills dan ik dacht soms. Maar, mm-hmm. maar dat is niet mijn ding. Dus na een half uurtje dan heb ik het echt wel gehad. Wel tekenen, schilderen, dat ligt echt mijn passie. Zie, dat kan je uren blijven doen. Ja. Wat was het moment dat je dacht, ik ga hier ook cursussen in geven? Carrière gemaakt van mode- en kledingopleiding en van daaruit reclameopleiding. Dus mm-hmm. dat is altijd wel heel erg met tekenen en schilderen ook te maken gehad. Ja. En toen kwam ik op het punt van ja, en nu? Want ik woonde toen de tijd in Boksel nog. En ik wilde niet nog al toen dan richting de Randstad verhuizen of zo. En een baan vinden in de creatieve sector van decor bouwen, zo, dat was heel lastig op dat moment. Crisis. Klinkt bekend. Ja, continu crisis. En toen ben ik uiteindelijk het jongerenwerk ingerold. Mm-hmm. Vrijwilligerswerk gedaan met jongeren en decors maken en van alles nog wat doen. En van daaruit ben ik vervolgens weer de docentenopleiding ingerold. Mm-hmm. Omdat dat creatieve combineren met lesgeven, zo, ja, dat was hartstikke leuk. Kon je goed lesgeven aan kinderen? Kan nog steeds. Ja. Ja, ik heb. En ook al volwassenen. Dus, wat maakt het zo leuk? Want dat vind ik altijd heel interessant. Wat maakt het zo leuk om les te geven aan jeugd, aan kinderen? Jeugd en kinderen met name is het heel leuk omdat die heel onbevangen zijn nog. Mm-hmm. En die zijn. Ik heb dan 6 tot 12-jarigen waar ik les aan geef in mijn atelier. En die zijn nogal een beetje van, die beginnen op dat punt te komen van, ja, ik kan het niet zo. Maar die durven nog wel wat sneller over die drempel te stappen. En die zijn ook nog buigzamer. Dus die hebben nog niet te veel dingen, tussen haakjes, verkeerd aangeleerd. Mm-hmm. Waardoor je zo makkelijk weer dingen kunt laten. De lamp gaat uit. Ja. ga verder met je verhaal. Dus die zijn buigzamer, die kunnen makkelijker ook gewoon dingen weer aanleren. Mm-hmm. En die zijn ook heel nieuwsgierig naar nieuwe dingen uitvinden en dat soort dingen. Leer jij van hun ook? Ja. Op welke manier? Heb je daar een mooi voorbeeld van misschien? Mooi voorbeeld van? Ad hoc. Nee. Ja, heel veel voorbeelden. Inspiratie geven ze me bijvoorbeeld. Ik had vorige week had ik een klein roodborstje bij iemand op de muur geschilderd, een opdracht. En dat liet ik zien aan de kinderen daarna in de les. En toen zegt er een meisje zo van, die zat zo mijn atelier eens rond te kijken. En die zegt van, maar dan ga je er ook eentje hier in je atelier ook wel maken zeker. Zo naast die stopcontact daar. En dan
ja, dat is wel een goed plan, weet je. Dat, ja, en dan moet je, want ik heb sinds een maand ook een kat in huis. En dan kun je daar boven op die deur, post, zo, daar op die muur, kun je dan de kat schilderen alsof die zo naar dat vogeltje zit te luren, dat die wil gaan vangen. Nou, dat soort dingen. Dat zijn leuke creatieve uitspattingen. Ja. Ja. Dus als ik even inspiratieloos ben, dan vraag ik gewoon aan die kids af en toe zo van. Of als één kind, of ik weet niet wat ik moet maken, dan vraag ik altijd aan die andere kinderen ook. En dat inspireert elkaar weer. Weer lekkere kruisbestuiving. Ja, zeker. Is er bij jou thuis een muur wit? Ja, bij alle muren. Ja, thuis niet? Alle muren zijn wit bij mij. Ja, niet creatieve dingen op de muur? Of, alle muren zijn behangen met schilderijen. Ja, maar de muur in de basis is wit? Ja, de muur in de basis is wit. Ik hou van witte muren, want dan kun je daar gewoon heel veel mee doen. Heb je zelf thuis veel eigen werk hangen? Ja, ik heb één wand boven mijn piano. Dat is mijn soort of museum thing dingetje. Mm-hmm. Daar heb ik wat kleine kunstwerkjes van verschillende kunstenaars aan. Ja, en wat zijn jouw grote inspiratiebronnen? Nou, van de oorsprong wel ook die Caravaggio en Rembrandt. Dat vond ik echt super gaaf. Hoe die met een ruwe toets toch heel realistisch dingen neer konden zetten. En dat die altijd die donkere, dat clair-obscure, die hele donkere achtergrond en dat lichtbron gebruiken om het heel erg naar voren te laten komen, het onderwerp. En het ja, toch het verhaal dan daarmee neerzetten. En Dalí is een hele grote inspirator voor me geweest met het surrealisme. Wat maakt hem zo goed? Dat kan ik bijna niet uitleggen. Wat maakt hem goed? Hij is gewoon geniaal. Nee, ik ben in Sint-Petersburg in Florida. Daar staat een museum van hem met echt de grootste doeken van hem en zo. En daar heb ik, nou, dat is een beleving ook die hij neerzet. Mm-hmm. Je waant je gewoon ook echt in zijn echt bizarre fantasiewereld. Ja. Zo. Ik vind altijd zijn doeken, ze nemen me heel erg mee. Ja. Maar ik word ook een beetje angstig en ongemakkelijk van. Ofzo. Ja, ik niet. Heel goed, nee. Heel goed. Ja. Maar snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap precies wat je bedoelt. Een beetje angstig, beangstigende, enge wereld. Ja, nee, ik vind het dus geen enge wereld. Ik vind het een hele, hele intrigerende wereld. Gewoon, ik hou ook altijd van achter deuren proberen te kijken. Als ik ergens binnenkom, dan wil ik, hier zag ik ook al een deur, denk ik, dan zit ik altijd te kijken. Wat zit erachter? Achter en wat zit erachter verstopt. Ja, dus, en dan heb ik nog Picasso. Daar had ik vroeger helemaal niks mee. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft met wat ik al straks zei. Het is niet iets wat je bedenkt, alleen maar vrije kunst. Maar dat is een ontwikkeling. Dat heeft ook met je leven te maken zo. En toen ben ik een paar jaar geleden in Barcelona naar het Picasso Museum geweest. En daar is een super gaaf overzicht gewoon van de allereerste werkjes van hem. Toen hij een jaar of 16 was. Echt sublieme kleine houten paneeltjes helemaal beschilderd met hele realistische schilderijen. En dan langzaamaan naar zijn blauwe, roze, whatever, periodes en zo. Naar dat abstracte toe. En toen begon ik hem te begrijpen. Dus als jij verdiept in een kunstenaar, dan ga je ook meer begrijpen waarom die dingen doet. En dan ga je ook heel anders de kunst beleven en die persoon bijna begrijpen. Ja, dus kruip in de huid van. En dan ga je zelf die emoties misschien ook een beetje op kunnen roepen. Ja, dus nu heb ik 3 hele grote bekenden genoemd, maar er zijn ook nog wel een aantal andere. Dus al die, ja, maar qua referentie is zo'n podcast, is dat misschien Daarom. Is dat misschien iets lastiger. Ja. Kan jij elke dag schilderen? Of zijn er ook wel eens dagen dat het er gewoon niet in zit? Ik kan elke dag schilderen. En hoe komt dat? Hoe kan je die passie elke dag? Omdat ik ook goed getraind ben op techniek schilderen. Mm-hmm. En als ik dus in mijn emotie wat minder zit, dan ga ik gewoon meer op techniek zitten harken. Mm-hmm. En noem ik het dan altijd zo. En op een gegeven moment dan komt er wel weer flow. En dan soms dan, als dat ook niet lukt, dan ga ik gewoon even totaal wat anders doen. Dan ga ik op mijn motor een eindje rijden, of ik ga even lekker piano spelen, of ik ga gewoon, de kroeg in gaat nu even niet. Maar komt wel weer. Maar of ik rij even in het strand en dan ga ik even daar mijn hoofd leeg laten waaien. En dan, ben je een gepassioneerd motorrijder? Ja. Wat maakt dat zo? Zie je parallellen daartussen met kunst? Of is dat vergezocht wat ik nu zeg? Mijn laatste werken hebben heel veel te maken met het motorrijden ook. En hoe komt dat? Omdat, wat ik net ook al zeg, die beleving die je hebt als je met die daar liest, zodat je helemaal in die schilderijen ingezogen wordt. Nou, die beleving van het motorrijden staat voor mij inherent ook aan de beleving met het schilderen. Je duikt in een hele andere wereld. Mm-hmm. Maar je moet wel continu gefocust zijn en scherp zijn. Want dat gebeurt er niet. Dat is een heel goed idee, ja. Ja, dus ik ben nu 3 jaar aan het motorrijden.
Sommigen zeggen dat midlife crisis. Ik vind het niet. Want ik wilde het al toen ik heel klein... Ik ben nog steeds klein hoor, maar toen ik heel klein was... Toen je ook qua leeftijd... Toen ik jong was, toen, een jaar of 15, kreeg ik al de kriebels van de motors. Want bij ons bij de boerderij achter was een bosgebied waar een motocross-terrein was. Ja. En daar namen mijn ouders me wel eens mee naartoe. Met name mijn vader. Mijn moeder heeft ook niet zoveel met motoren, maar mijn vader wel qua... kijken en doen. Dat is gewoon... Ik zie het gewoon gebeuren met kleine kindjes. Je hebt er iets mee of niet, weet je wel. En waarom heb je dan 3-4 jaar geleden pas besloten... ik ga dat rijbewijs halen? Nou, ik heb jaren terug al besloten... van ik moest het maar eens gaan proberen. Ja. Maar omdat ik dus letterlijk gewoon nogal vrij kort ben... en die motoren over het algemeen hoog... denk ik van ja, dat gaat hem niet worden. Want je kunt niet met die voeten in de grond. En ja, dan krijg je toch een leven waarin je kinderen krijgt en je gaat werken. En dan heb je een relatie met een man die helemaal niks met motoren heeft. Mm-hmm. En een paar jaar terug toen had ik een bijbaantje bij de naschoolse opvang. En daar was een dametje die had een motor. En toen stond die motor even op de stoep en zei, oh, mag ik er eens op zitten? Kijken hoe dat zit, weet je wel. Ja. Want ik had heel vaak wel bij vrienden en vriendinnen ook achterop gezeten. Die waren er wel langer. En... dus ik denk van ja, even proberen. En toen zat ik achter het stuur en denk verdorie, dat moet dus eigenlijk best wel kunnen. Ja, en toen was er een buurvrouw in de straat, die ging met mij samen even het avontuur aan. Naar de motorrijschool gegaan. Nou, de motor te hoog inderdaad. Maar toen zeggen die mannen van, joh, toevallig gaan we een motor laten verlagen. Want ze krijgen steeds vaker nu in deze periode zoveel vrouwen die opstappen. Ja. Dus ze hadden een paar motoren laten verlagen. En nog een nieuwe testzit gedaan. En toen zei ze, nou, dit moet lukken. En toen dacht je, vet. En toen ben ik het gaan doen. Ik denk, ja, nu of nooit. Is het de ultieme vrijheid? Ja, voor mij wel. Is het, ja. Vind je het gevaar? Ik vind het altijd zo gevaarlijk. Het is heel gevaarlijk. Ja. Super gevaarlijk, ja. Nee. Nee, ja, het is... ik zeg altijd, ik ben veel banger om van de trap af te donderen dan dat ik met die motor onderuit ga. Ja. Dus ja. Je voelt je er heel vertrouwd mee. Ja. Ja. Wat heb je met Frankrijk? Met Frankrijk? Helemaal niks eigenlijk. Maar nee, ik zag niet zo staan. Ja, ja. Nou, ja, je weet waar ik naartoe wil. Ja, ik weet waar je naartoe wil. Je wil naar Frankrijk. Ga je mee naar Frankrijk? Ik kom graag in Frankrijk. Ja, ik hoop echt dat in september de grenzen weer open zijn. Ja. Dat we echt door kan gaan. Want ik ben 3 jaar geleden zo'n beetje... eigenlijk bijna noodgedwongen naar Frankrijk verhuisd met workshops, lessen. Ja, hoezo noodgedwongen? Nou, het verhaal is dat de eigenaresse en haar man, die hadden een strandpaviljoen in IJmuiden. Mm-hmm. En dat was superleuk, want toen kon ik daar, hebben we regelmatig strandschilderworkshops gegeven in combinatie met lunch. Mm-hmm. Maar wat doen die mensen? Die verkopen hun strandtent en vertrekken naar Frankrijk. Hun chambre d'hôte gekocht en die gingen daar wonen. Dus ik zei, ja, dan ben ik mijn plek kwijt voor schilderen. En toen zei ze, kom je toch hier schilderen met die mensen? Ja. Ja, zo gezegd, zo gedaan. En dan maak je er ook meteen een soort mini vakantietripje. Ja, ja. Tripje van. Ja. Frankrijk wordt toch wel gezien een beetje als de kunst, het kunstland van Europa. Of ja, en Italië heb je ook natuurlijk. Ja, ik ken hem als leek. Ja. Nogmaals, ken ik vooral Frankrijk, de schilderswijken. Ja. Is dat romantische beeld ook echt zo of is dat iets van... Nou, de plek waar wij dan zitten, dat is in Normandië. En daar, dat is het meest bekend natuurlijk van die D-stranden. Is ook daar een half uur vandaan, van die stranden. Maar ik moet zeggen, je kunt ook hier hartstikke pittoreske plekjes vinden in de omgeving van Haarlem. Mm-hmm. In midden in Haarlem natuurlijk ook. Maar de omgeving daar, het heeft gewoon een bepaalde sfeer. En de lichten zijn toch net even weer voor je gevoel misschien. Mm-hmm. Maar misschien ook wel echt net even anders. Mm-hmm. Dus ik kan me wel voorstellen dat die Fransozen vroeger echt gewoon daar... allemaal naartoe trokken om te gaan schilderen. En het is ook een levensstijl, ook wel, wat er wel een hele lijn bij houdt van dat beleving. En die Fransen, die hebben er wat met een wijntje en dat relaxte en zo. Gewoon lekker relaxed. Ja, dus als je daar ook zit, want als ik daar dan ben en een week lang met de cursist aan het werk ben, nou dan we hebben ook heel veel massa gehad de afgelopen jaren dat het super lekker weer was. In september nog. En dan hebben we gewoon als een god in Frankrijk dat gevoel ook. Onder een appelboom met een wijntje als bij de lunch. En, het is krankzinnig, maar wel fantastisch. Ja, en het werk wat dan daar vervolgens ook gemaakt wordt door die cursisten. Want dan heb ik zelf geen tijd om te schilderen over het algemeen. Het is maar 1 dag tussenin wat ik vrij heb. En dan pak ik wel even daarvan van om te schilderen.
Maar wat zij dan ook daar produceren uiteindelijk... Ja, produceren is een groot woord eigenlijk, maar... ik vind productie en produceren, dat is te veel industrieel. Maar wat daar dan ontstaat in die schilderijen... en ook de groepsproces wat daar gebeurt... want er zijn toch een aantal mensen die elkaar dan over het algemeen niet kennen... die dan daar gewoon vrienden voor het leven banden opbouwen. Zo ja. Wel. Ja, dat is gewoon geweldig. Het heeft toch die Franse sfeer terug in de kunst die er uiteindelijk uitkomt. Ja. Grappig. Ja. Wat wil je nog leren? Nou, een beetje Frans. Taal. Nee. Ik wil heel graag Hindi leren. Oh, wauw. Oh, ja. Heel iets anders. Ja. Waarom dat? Omdat mijn toekomstplan is... en ik had al het plan gehad om het een aankomende februari maart te gaan doen. Mijn plan is om naar India te gaan voor de vijfde keer... en daar dan een Enfield te kopen. Mm-hmm. En met die Enfield een reis te gaan maken. Vet. Zo van omgeving Delhi naar Ladakh. Mm-hmm. Dus dat is best wel een pittige trip dan. En dat combineren met kunst en maken... en dat wordt dan ook weer verweven in een boek. Waar ik overigens al ben begonnen. Vet. Ja. Is lekker mee bezig. Ja. Als iemand nu zit te luisteren en denkt... ik wil beginnen met kunst maken. Wat is de eerste stap? Wat ga je doen? Ik doen of die persoon? Die persoon. Die persoon. Nou, veel succes met je. Ja, hangt er vanaf wat voor kunst wil hij maken. Wil hij toegepast kunst maken? Wil hij realistische kunst maken? Hoeveel ervaring heeft hij met technieken en materialen? Mm-hmm. Maar om te beginnen in ieder geval gaan kijken in musea's. En op internet kun je ook al veel zien. Maar ik zou gewoon echt naar musea's gaan dan. Heeft toch iets magisch, hè? Ja, nee. Je kunt een plaatje kijken van een kunstwerk. Maar dat kunstwerk beleef je dan niet. Nee. Dat is echt in een museum. Ik ben blij dat ze weer open mogen nu. Het kunst, dat moet je echt beleven. Zo heb je bijvoorbeeld Sandra Popadou. Hangt van Yves Klein. Hangt er een heel groot doek. Echt, ik weet de afmeting uit mijn hoofd niet precies. Maar echt iets van... Gigantisch. Ja, 4x5 of zo, weet ik veel. Echt heel groot. Dat is blauw. Mm-hmm. Punt. Yeah. Als jij denkt van blauw, punt. Maar dat doek, dat is een bepaalde blauw. Dus er zit ook weer een hele beweging achter waardoor die dat gemaakt heeft en waarom niet gemaakt heeft. En als je daar weer wat meer van weet en je kijkt dan nog eens een keer naar het doek, dan ga je het doek beleven. Mm-hmm. Dan word je in dat doek getrokken. En dus als iemand zegt van ik wil kunst gaan maken, oriënteer even gewoon wat anderen gedaan hebben. Kijk daar ook goed naar en probeer dan in te voelen. En ook voor jezelf, van, ja, wat is jouw doel? Wil je echt gewoon iets perfect kunnen natekenen, schilderen? Neem dan even een paar lessen bij iemand die jou goed die technieken en die inzichten kan geven. Okay. En als je denkt van nee, dat wil ik niet, dan gewoon begin gewoon. Ga lekker doen. Ja. En jij had een soortgelijke insteek net van jouw docent vroeger van school. Maar ik hoop niet dat hij luistert. Ja, nou, ik hoop wel. Ik hoop wel dat hij luistert. Superleuk. En dan zou het nog leuker zijn als hij samen met jou naar mijn atelier komt. Samen kan zitten tekenen. Zodat ik kan kijken van... Okay. Maar wat ik altijd tegen mijn cursisten zeg... En die wijsheid heb ik van een andere kunstenaar... waar ik ooit een atelierruimte mee gedeeld heb. Maar die zei ooit van... niks kan mislukken, alleen maar anders lukken. Kijk... Een mooie quote. Ja. Waar sta je over 5 jaar, Mika? Ik mag hopen ergens. Toch wel in India nog een keer. Ja? Ja. Wil je daar wonen ook? Weet ik niet of ik er zou willen wonen. Maar ik wilde wel graag om de 4 jaar ongeveer naartoe kunnen. Ja. Dankjewel voor het leuke gesprek. Ja, graag gedaan.